Mijn naam is Joost Muller. Ik ben lijsttrekker voor de VVD in Tilburg. De VVD staat allereerst voor een veilige stad, waar de politie tijd en prioriteit heeft voor het aanpakken van criminelen en hufters. Deze verkiezingen gaan echter om nog een belangrijk thema, namelijk bezuinigingen. We moeten in Tilburg 25 miljoen per jaar bezuinigen. Dat is 250 euro per Tilburgs huishouden. Gaan we dat tekort op het gemeentehuis oplossen of gaat u dat betalen? Mijn linkse collega's in het college zijn er al vrij duidelijk over geweest. Wat hun betreft mag u het gaan betalen. Via belastingen, via OZB en via de parkeertarieven. De VVD denkt dat het financiële gat kan worden opgelost zonder dat u dat gaat betalen. De gemeente moet vooral minder gaan doen. Minder regels, minder overheidsbemoeienis. De milieuhobby's mogen afgeschaft worden. Geen vliesdekens meer uitdelen en milieucafés meer die bakken met geld kosten. Allemaal hartstikke leuk, maar het milieu schiet er niks mee op. Ook vindt de VVD dat de cultuuruitgaven naar beneden moeten. Geen gemeentelijk geld meer naar de piepkleine culturele elite van blanke 55-plussers met een inkomen van twee keer modaal. De gemeente moet 250 euro per Tilburgs huishouden gaan besparen. De VVD wil dat doen hier op het gemeentehuis en niet uit uw portemonnee. Als u dat ook vindt, stem dan op 3 maart op de VVD.